Ik heb hier een simpel glazen plaatje. En als ik uitadem dat plaatje, wat ontstaat er dan? Condens, water dan. Dus ik ben suiker aan het verbranden en ik produceer water. Waarom zijn broeikasgassen heel nuttig? De Universiteit van Nederland presenteert chemicus Dr. Jan van Maarseveen. Ik ben een chemicus, ik ben een moleculenmaker. Wat is de fascinatie van mijn vak? Dat kan ik het makkelijkste uitleggen met het simpele voorbeeld van je bent ziek en je gaat naar de huisarts. Wie maakt je beter? Is dat die huisarts? Nee, want wat die huisarts doet is simpelweg een diagnose stellen. En aan de hand van de diagnose weet hij welk medicijn of je nodig hebt. Dus hij schrijft een recept uit. Met dat recept stuurt de huisarts je naar de apotheek en je neemt het medicijn en je wordt beter. Maar wie maak je dus beter? Dat is dat medicijn. En een medicijn, preciezer gezegd, dat is een molecuul. Een molecuul wat ontworpen is door een chemicus. Een chemicus die in feite begrijpt hoe of een ziekte op dat allerkleinste niveau werkt. En een chemicus die ook op dat allerkleinste niveau een oplossing weet te vinden. Dus een chemicus maakt je beter. Moleculen maken je beter. Maar wat zijn moleculen? Nou, om dat uit te leggen, ga ik beginnen met een heel simpel huis-, tuin- en keukenmolecuul. En dat is suiker. Nou, als ik dat suikerklontje doormidden breek, en ik doe dat vaak genoeg, dan komt er een moment, dan lukt me dat niet meer. Dus 2 keer is me dat nou gelukt. 3 keer. Ik zie allemaal gezichten hier alsof het uit elkaar gaat knallen, maar dat gebeurt nog niet. Dat gebeurt straks pas. 4 keer. 5 keer. Nou, eigenlijk, het lukt me al niet meer. Na 5 keer lukt het me niet meer. Maar dit moet ik 24 keer doen. 24 keer. En dan kom ik uit bij een deeltje. Als ik die nog door midden breek, dan smaakt het niet meer zoet. Dus het allerkleinste deeltje wat nog naar suiker smaakt, dat is een molecuul. En een molecuul is heel erg klein. Maar dat hele kleine molecuul kunnen we niet zien. En daarom heb ik dit model meegenomen. Dit is het model van saccharose, wat de chemische naam is voor tafelsuiker. Dit molecuulmodel. Nou, hoe klein is nou zo'n molecuul? Eigenlijk verhoudt de aarde zich tot dit molecuulmodel, als dit molecuulmodel zich verhoudt weer tot het echte molecuul. Zo klein is een molecuul. Dus ik heb ook een rekensommetje gedaan. Dat is 1,5 gram suiker, dit 1,5 gram saccharose. In dit ene klontje zitten 3000 miljard, miljard van deze moleculen. Nou, als je het hebt over moleculen, dan moet je het ook wel hebben over die kleine bolletjes die je ziet. Want net als een huis is opgebouwd uit bakstenen, is een molecuul opgebouwd uit atomen. En die bolletjes die je ziet, die witte, rode en zwarte bolletjes, dat zijn atomen. Nou, en dit saccharose molecuul heeft 22 witte bolletjes, wat waterstof is. In totaal 12 zwarte bolletjes, wat koolstof is. En 11 rode bolletjes, wat zuurstof is. Nou, dat zijn 3 atomen. Maar zijn er 3 verschillende atomen? Nee, er zijn er heel wat meer. En alle atomen die we hebben, dus de atomen zijn de bakstenen. Dus we gaan eigenlijk nou even naar de gamma van de chemicus. De gamma van de chemicus, die ziet u hier. Dit is het periodiek systeem. Hier staan alle atomen die er zijn. Niet alleen op aarde, maar dat zijn alle atomen die er ook gewoon zijn in het universum. En met deze moeten we het doen. En 3 daarvan, waterstof, koolstof en zuurstof, die gaan we nou behandelen. Nou, laat ik beginnen bij, hoe ziet nou een waterstofatoom eruit? Nou, waterstof allereerst staat op plek nummer 1 in het periodiek systeem. Dat is helemaal hierbovenaan, plek nummer 1. Ik ga nou dat waterstofatoom tekenen. Waterstof heeft een kern. Een kern die positief geladen is. En om die kern zweeft 1 elektron. 1 elektron en dat is een negatief deeltje. 1 elektron. Dit is het waterstofatoom. En een waterstofatoom vergelijk ik nou eigenlijk met zeg maar een planeet wat om de zon draait. En zo leeg als het heelal is, zo leeg is eigenlijk ook een atoom. Ik heb hier een knikker liggen.
een knikker met een diameter van 1 centimeter. Dit is eventjes de knikker met een diameter van 1 centimeter. U ziet hem, 1 centimeter diameter. Dit is de kern. En als we de kern uitvergroten tot 1 centimeter, dan is dat ene elektron is 400 meter verwijderd. Zo leeg is een atoom. Nou, waterstof staat op plek nummer 1 in het periodiek systeem, dat is deze. En verder hebben we nog koolstof, dat zijn de zwarte bolletjes. En koolstof is een element wat op plek nummer 6 in het periodiek systeem staat. 6. Het betekent dat koolstof 6 elektronen om zich heen heeft. 1, 2, en dat zijn de 2 elektronen in de eerste schil. Dan zit die vol, meer ruimte is daar niet. En dan zakken we eentje verder in het periodiek systeem. 3, 4, 5, 6. Er komt nog een schil bij. En in die schil zitten dan, er zaten er al 2 in de eerste schil. Ik moet tot 6 komen, dus er komen er nog 4 bij. Dit is een koolstofatoom met een positief geladen kern, met daaromheen 6 elektronen in 2 schillen. Die tweede schil die zit natuurlijk weer een heel stuk verder weg. Vergelijken we dat weer met een knikker, dat de kern een knikker is, dan is die tweede schil 800 meter verwijderd. Dus nog steeds is dat een heel leeg atoom. 6 elektronen in de buitenste schil. Het andere atoom wat we nog niet gehad hebben, dat zijn de rode bolletjes, dat is zuurstof. Nou, het zuurstofatoom staat weer 2 plekken verder naar rechts in het periodiek systeem. Dus zuurstof heeft er nog 2 elektronen bij. Dit is een zuurstofatoom. En deze atomen vormen samen saccharose, suiker. Maar wat is dan het cement? Het cement zijn die grijze streepjes hier zo. En het cement in moleculen zijn in feite elektronen. Dus als ik dat niet in het hele ingewikkelde molecuul saccharose doe, maar ik pak een wat eenvoudiger molecuul, het molecuul waterstof. Waterstof bestaat omdat, als ik eventjes een waterstofatoom teken, dan haal ik deze eventjes weg. Waterstof met 1 elektron in de buitenste ring, die een elektron deelt met een tweede waterstofatoom. 2 elektronen die gedeeld worden door 2 atomen vormen een binding. Nou, we alles in saccharose hebben gehad, is het misschien eens interessant om te kijken naar de moleculen om ons heen, in deze ruimte. Want in deze ruimte zijn ook allemaal moleculen. 78% van deze ruimte is gevuld met stikstof. Stikstof waar ik ook een model van bij me heb. Stikstof met de letter N. Stikstof staat precies tussen koolstof en zuurstof in het periodiek systeem. En best bijzonder, want je ziet 3 van die bindingen tussen die 2 stikstofatomen. Het is totaal delen die 2 stikstofatomen 6 elektronen. 78% stikstof. Dan bestaat de lucht verder voor 21% uit zuurstof. 2 zuurstofatomen die aan elkaar vastzitten, zuurstof, plek 8. En ze delen samen 4 elektronen, 21%. Wat is dan de rest? Wat is die 1%? Die 1% is water, dit hele simpele molecuul. Maar die andere, een heel klein beetje, is ook nog kooldioxide. CO2, dus koolstof, 2 zuurstoffen, kooldioxide. Heeft een hele slechte naam. Want kooldioxide is een broeikasgas. Een broeikasgas. Maar aan de reactievergelijking die nu op het bord komt te staan, zult u zien dat CO2 toch een ontzettend belangrijk molecuul is. Want het leven kan niet zonder kooldioxide. We zien een reactievergelijking hier op het bord staan. Dat is natuurlijk het domein van de chemicus. 2 moleculen die met elkaar reageren, met een pijl ertussen, en dan nieuwe moleculen vormen. Dit is de allerbelangrijkste reactie in feite in de levende natuur. De reactievergelijking die laat zien dat kooldioxide en water in planten, in bladgroen, onder invloed van zonlicht, en dat heet fotosynthese, omgezet wordt in suiker plus zuurstof. Suiker plus zuurstof.
Nou, deze reactievergelijking, dat is de energiebron in feite van de hele levende natuur. Alles wat leeft, leeft op deze simpele reactie. Kooldioxide plus water onder invloed van zonlicht en bladgroen levert suiker plus zuurstof. Maar het mooie van die reactievergelijking is dat die natuurlijk ook de andere kant op kan. Want als je eenmaal suiker gemaakt hebt, dan heb je energie gemaakt. En ik sta hier nou een college te geven tot jullie. En hoe doe ik dat? Dat komt omdat op dit moment ik suikers aan het verbranden ben. Ik ben de omgekeerde reactievergelijking aan het doen. Ik ben suikers aan het verbranden en ik ben aan het ademhalen, want ik heb natuurlijk ook zuurstof nodig. En dat deze reactievergelijking klopt, met andere woorden dat ik kooldioxide produceer en water, dat zou ik nu graag willen laten zien. Ik heb hier een simpel glazen plaatje. En als ik uitadem op dat plaatje, wat ontstaat er dan? Precies, condens, waterdamp. Dus ik ben suiker aan het verbranden en ik produceer water. Nou, kooldioxide, dat is een klein beetje moeilijker. Daarvoor heb ik een oplossing meegenomen. Die heb ik vanmiddag op het lab gemaakt. En hierin zit zogenaamd barietwater. En barietwater is heel bijzonder spul. Dat is, als je het ziet, helemaal helder. Maar als ik een hele tijd doorheen blaas, moet ik wel een tijdje doen. En als het te lang duurt allemaal, dan vraag ik eventjes of iemand op de eerste rij daarmee door wil gaan. Kijk, wat is er gebeurd? De oplossing is troebel geworden. En die is troebel geworden omdat kooldioxide wat ik uitadem reageert met dat stofje wat erin zit. En dat is totaal onoplosbaar en dat vormt een neerslag. Dus ik ben suikers aan het verbranden, produceer kooldioxide en water. In dit college heb ik u geleerd wat moleculen zijn. Jullie weten dat moleculen nu bestaan uit atomen. Atomen zijn de bouwstenen van, in feite, de chemicus. Dat zijn onze bakstenen. En hoeveel zijn er? Dat zijn er 92 en die staan allemaal in het periodiek systeem. Maar waarom bestaan er nu moleculen? Het antwoord daarop krijg je in het volgende college.